over de rooien. Jazeker, we gaan het weer spelen met Steffi vanavond, hè? Mm-hmm. Ja, hallo. Hoi, goedenavond. Wat klinkt je vrolijk? Ja, dat ben ik ook wel. Ja, dat horen we. Wie gaan we in de zeik nemen? Maaike van Gorp. En wat zijn jullie van elkaar? Klasgenootjes en vriendinnen. Nou, ik heb eventjes van de redactie gehoord wat jij van plan bent om tegen haar te vertellen. Wat dan? Nou ja, dat ga ik nog niet vertellen. Dat moet je zomaar horen. Maar als dit lukt, deze grap, dan heb je wel een goede over de rooie te pakken, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. Ik hoop dat het lukt. We gaan Maaike voor je bellen. Dat gebeurt natuurlijk anoniem. Als ze vraagt, belde jij net ook al, gewoon ja zeggen. En heel veel succes. Toi, toi, toi. Daar gaan we. Ja, dankjewel. Hallo? Hey Maaike. Hey Stef. Hey. Sinds wanneer ben je ontkend? Ik vind het een beetje moeilijk om dit te vertellen tegen je, dus. Hoezo? Ga even zitten. Ja, ik zit al. Oké, goed. Weet je nog, toen het carnaval was, we waren bij jou aan het indrinken op je kamer, weet je dat nog? Mhm. Toen waren we allemaal aan het opmaken met elkaar en jij was onder de douche. Mhm. En toen je binnenkwam waren we allemaal klasjes aan het maken, hè? Ja, dat weet ik niet. Ik was in de douche, hè? Toen was je naakt, weet je nog? Ja. Ja? Oké. Okay. Ik heb al die foto's op Facebook gezet. Maar toen kwam ik erachter dat jij er ook nog op stond, toen je naakt was. Door die selfies stond jij er ook op, hoor. Dat wist ik helemaal niet. Maar toen ik dat zag, heb ik ze meteen weer verwijderd. Maar dat was fucking blind of zo. Sorry, maar toen kwam ik erachter. Ja, wat fuck, je fucking Facebook heeft mij naakt gezien, hoor. Ik weet niet of je zo'n fucking stront in je ogen hebt of zo. Toen kwam ik erachter dat vrienden van mij me hadden gezien en die hebben foto's gemaakt en die hebben in de groepsapp gezet. En hebben ze foto naar mij. Dus in andere woorden, hè, mijn naakte lichaam gaat nou over heel Facebook heen. Ik word door iedereen hoog genoemd. Ik stel jou bekend als een naakte wijf dat naaktfoto's op Facebook plant. Zo, en bedankt. En wat de fuck ben je voor fucking vriendin? Denk je dat ik dit expres doe? Weet ik voor wat je expres doet? Het is fucking achterlijk dat je dat niet ziet, of wel? Maaike, ik kan het niet echt terugdraaien. Ja, terugdraaien? Je had dat gewoon nooit moeten doen of zo. Weet je, oh my fucking god. Ik wist ook niet dat jij op die foto stond. Ja, had dat gewoon fucking beter gekeken. Iedere fucking rol kijkt eerst naar de foto dat je op Facebook plaatsen. Maar nee, jij plant hem gelijk op, want het interesseert niet of de vriendin van jou de naakt op zat, hè? Kijk jij natuurlijk nu naar om. En dan is ze zelf fucking 20 jaar? Ik draai zoals een kind van fucking 3, man. Ik had toch niet verwacht dat je naakt op die foto's zou staan. Ja, kijk nog wel fucking beter. Oh my fucking god. Ik sta nou fucking naakt op Facebook door jou, hè? Iedereen weet nou hoe ik uitzie als ik naakt ben. Oké, en bedankt. What the fuck ben je voor vriendin? Het enige wat ik nou nog over jou te zeggen is dat jij vies voor de gore slap bent. Dat is het enige wat ik te zeggen heb over jou. En je hoeft niet te verwachten dat jij nog bij me aan moet komen, hoor. Want je hebt het echt verpest nou bij mij. Maar Mike, ik heb ze al wel verwijderd. Nee, jij kunt toch wel gewoon kijken of niet? Verwijderd van Facebook. Heeft nog iedereen ze gezien? En die fucking vrienden van jou loopt snel naartoe door hem naar heel de wereld door te sturen. En hoor ik hoe genoemd er iedereen. Terwijl ik fucking tegenovergesteld ben van hoort jij weet hoe erg hekel ik heb en mensen die naaktfoto's plaatsen ergens op. Mike, ik wil niet dat hier nou onze vriendschap door kapot gaat. Ja, onze vriendschap, dat jij beter moet kijken, denk ik, of niet? Hé, maar Mike, je staat echt wel lekker op, hoor. Zo. What the fuck, wie ben jij nou? Er staat er gewoon echt, nee, maar echt niks op. Ben jij die fucking vriend vragen of zo? Moet je ergens anders mee of zo? Ga je iets anders doen? Maar, doe nou niet zo lullig tegen haar. Het kan toch gewoon gebeuren? Het is toch ongelukje? Nee, dat kan helemaal niet gebeuren. Wie de fuck ben jij nou weer? Ja, ik ben gewoon een aanbidder. Ik heb die foto's gezien. Ik denk, nou, ik... Ik ook. Ik vind het ook leuk. Ja, oké, okay, what the fuck moet je daarmee verwijderen die gewoon? Daar heb je niks aan. Of wel, kijk naar die foto van je vriendin of zo. Lieve schat, lieve schat. Je bent live op Radio 538. Hoe? Hey. Maaike. Wat? Ja, het is een grapje. Wat is dit voor grapje? Dit is een grapje! Het is niet gebeurd, Maaike. Grapje zo grappig te zijn, hoor. Ik vind het echt niet grappig eigenlijk. Nou, Maaike, ik snap dat je er misschien nu zo over denkt. Er zullen heel veel mensen in Nederland zijn die dit gehoord hebben, die daar anders over denken, die het wel grappig vonden. Check het anders even op YouTube morgen. Maar we willen je in ieder geval onze excuses aanbieden en
We willen... Oh mijn god. Steffi willen we wat leuks aanbieden, namelijk... Ja! Gefeliciteerd! Jij wint een zelfontworpen smartphone case van ontwerpencase.nl. Je krijgt 4 tickets voor P010 Classics op 4 april in de Factory 010 in Rotterdam. En je krijgt er nog consumptiemunten bij. Dankjewel! En de prijzen worden verzorgd door Club Judge. Dus... Dankjewel. Graag gedaan. Ja, veel plezier ermee. En je moet zelf maar bepalen of je de prijzen met Maaike gaat delen of niet. Ja, dat denk ik wel. Ja, dat ben ik er nou wel verschuldigd. Ja, ik wou net zeggen, oh my god. Ben je weer een beetje bijgetrokken, Maaike? Nou, ja, eigenlijk zeker wat zeker. Dus eigenlijk echt niet zo heel grappig, maar... Ja, als ik die prijzen ook een beetje krijg, dan kan ik er wel overheen komen. Dan verzacht dat de pijn, dan kom je er wel een beetje overheen. Nou, dat mogen jullie al onderling uitvechten, dames. Dat komt goed, toch? Oh my fucking god. De avondploeg.